Jandino, Bon Bini Holland 3 komt uit in de bioscoop, ook in Vlaanderen trouwens. Wat voor film is het nu geworden ten opzichte van de andere twee films? Nou, wat er, nou, laten we eerst beginnen wat er nog in zit, is de ongelofelijke humor, de typetjes, dat je heel gaat zitten en je gaat genieten. Wat er nu iets anders is zijn de locaties. We zijn eindelijk naar New York gegaan. De desk is in New York. Dat brengt een hele ander element aan de film. Maar dit keer de groei, vooral in Robert Tico, de hoofdkarakter, die gaat er nu echt doorheen. We zien hem groeien. Daarvoor was hij zeg maar een beetje op een zijspoor. En ging het heel erg om de typetjes. En nu zie je hoe die karakter eigenlijk echt voor het eerst volwassen wordt. Hij is zijn grote liefde kwijt, Noella, wat in deel 1 en deel 2 zat. En nou moet hij een nieuwe liefde vinden. Maar daarvoor moet hij eerst langs zichzelf. En dat is wat wij heel vaak tegenkomen. Hè? Als we iemand kwijtraken, denk ik het lag aan die ander. En op een gegeven moment kom je achter, nee, het lag gewoon aan jezelf. En die reis is een hele mooie reis, ook een hele grappige reis. Dat is zeker anders. Maar voor de rest van ouds hebben we weer knotsgekke verhalen. En het is eigenlijk alleen maar lachen vanaf het begin tot het einde. De release van de film is uitgesteld door corona. Maar Ja. wanneer is hij nu opgenomen? Is hij nog voor de coronacrisis opgenomen of ergens tussenin? Nee, voor de corona hadden we eigenlijk al, waren we begonnen met schrijven. En aan het begin van de corona gingen we opnemen. En toen moesten we op stoppen, want we kwamen bijvoorbeeld Amerika niet in. Maar toen eigenlijk op de hoogtepunt van corona waren we op een gegeven moment ook wel Amerika alsnog binnengekomen, waren we daar aan het filmen. En toen hebben we het uiteindelijk ook eens uitgesteld omdat er nog gedoe was met wie binnen mag en wie niet binnen mag. En wat ik belangrijk vond is dat wij uit zouden komen op het moment dat iedereen binnen mocht. En dat is nu het moment, nu kan iedereen de film zien. Dan hoef je ook niet het gezeur te hebben aan de deur onderscheid te maken, daar heb ik helemaal geen zin in. En nu is het goed, dus nu is het positief. Ja. Heb jij in die tijdspanne gedacht aan, ja, we gaan het verhaal gewoon omgooien, we gaan Amerika schrappen omdat het opnemen te moeilijk is? Nee, nee, eigenlijk, het is ooit op tafel gekomen, maar eigenlijk tegelijkertijd niet. We hebben alles aan gedaan. We hebben op een gegeven moment gekeken, zouden we naar Canada in Toronto op gaan nemen? Dat lijkt dan op Amerika. Er is ergens een stad, volgens mij, was het nou in Bosnië? Ik heb geen, ergens in een, nou, er is een plek hier, in deze buurt in ieder geval, wat ze helemaal Manhattan hebben nagebouwd. Dus we hebben alles gekeken, op ieder geval dat Amerika gevoel. Maar toen we uiteindelijk toch Amerika binnen mochten, maar dat was echt belangrijk voor het verhaal. Judeska gaat naar Amerika. Moesten we erin hebben. Anders zou het film denk ik niet overleven. Dus nee. Zeg, die eerste films die zijn gigantisch bekeken geweest, hè? Niet normaal, die cijfers. Ja, dat is. Niemand had het eigenlijk in die zin verwacht. De eerste eigenlijk al niet. En dan de tweede al helemaal niet. Maar inmiddels is zeg maar de hele franchise Bombini is de succesvolste in ieder geval in Nederland van de afgelopen decennia. En het raakt een bepaalde snaar bij iedereen. Het is jong, oud, wit, zwart, man, vrouw. Het is eigenlijk een verhaal of een film waarbij het heel makkelijk is voor mensen om samen te komen en te lachen om elkaar met elkaar. Dat is het eigenlijk. Het is niet moeilijk. Het is gewoon van jongens, laten we het leven een beetje vieren. That's it. Als producent ga jij waarschijnlijk heel tevreden zijn met die bezoekcijfers. Ik ben heel dankbaar. Dat is als ik op straat ben, dat er families komen en dat ze heel blij zijn dat de film weer komt. De herinneringen die ze hebben gemaakt. Ze zijn echt opgegroeid, hè? Het is, hoe moet ik het zeggen? Nee, ik ben vooral dankbaar en als het heel veel bezoekers zijn, dan ben ik heel blij. Maar elke bezoeker, ja, is eentje die ik niet had. Dus ja, ik ben gewoon heel blij.